Het notitieformulier wordt gebruikt om registraties, notities en foto's toe te voegen. Een notitie kan op een aantal manieren worden toegevoegd. A. Klik op Notitie en selecteer de tilt waarbij je een notitie wilt toevoegen. B. Scan de QR-code van de tiltpartij. De QR-code is te vinden op de tiltpagina bij Download QR-code. C. Selecteer een locatie voor het toevoegen van een notitie aan alle actieve tilten binnen een locatie. Kies wat je wilt noteren en doorloop de stappen van het formulier. Klik op Ja om direct nog een notitie aan dezelfde tilte toe te voegen. Klik op Nee, ik ben klaar, om uit te komen in het logboek op de tiltpagina waar je zojuist de notitie aan hebt toegevoegd. Wil je eenvoudiger meerdere notities achter elkaar toevoegen? Of voert u vaak meerdere metingen, registraties of observaties toe? Kies er dan voor om een checklist aan te maken. Ga voor het aanmaken van een checklist naar het bedrijfsprofiel Notitie Checklist. Maak een nieuwe checklist aan en kies de stappen die in de checklist terug moeten komen. Na het aanmaken van de checklist ga je naar het notitieformulier. Selecteer een tilt en kies voor de juiste checklist. Doorloop de stappen van de checklist en deze notities worden in één flow aan de tilten toegevoegd.